Ik ben Ronald Reiners en ik ben de zondeschoolcoördinator van de Geert Grote School in Dordrecht. We hebben vandaag een dubbele feestelijke opening gehad. We hebben namelijk ons tweede certificaat van de gezonde school behaald. Dat is op het onderdeel bewegen en sport. En we hebben vandaag ook twee watertappunten bij ons op school geopend. En dat was vandaag de dingen die zijn geweest. Dat is voor te bevorderen dat kinderen water gaan drinken. Je merkt tegenwoordig dat ze vaak gezoete dranken mee naar school krijgen. En wij vinden het belangrijk als school dat de kinderen ook water drinken. En dit is dan ook weer een van de stappen die we op school hebben genomen om de kinderen daarin te motiveren om meer water te gaan drinken. De kinderen dat bordje houdt twee onderdelen in. Het eerste onderdeel is voor voeding. We hebben op school een voedingsbeleid en een tractatiebeleid. Dus ook daar doen we weer promoten dat de kinderen gezonde voeding en gezonde tractaties doen. En het tweede is dat we het ook heel belangrijk vinden dat de kinderen veel bewegen. En daar doen we op school ook heel veel mee met de gymlessen, maar ook bijvoorbeeld met activiteiten, korte oefeningetjes in de klas tussendoor. Dat de kinderen fit blijven en alert blijven als ze instructies krijgen. Nou, dat houdt eigenlijk in dat je kan, als je bijvoorbeeld het is eten, dan kan je je doen daarin kunnen. Ja, en wat vinden jullie ervan, een tap? Ja, het is geen biertap, hè? Nee, dat is wel jammer, maar water is ook altijd lekker en natuurlijk ook heel gezond. Ja. Dus, ja. En jullie? Het is ook, zeg maar, voor corona om je handen te wassen en zo. En het is gewoon heel fijn, want dan vergeet je een keertje je water en dan kan je hem niet meer vullen. Ja. Het is wel nodig, hè, dat jullie... Ja. Sportief zijn, maar ook water drinken. Ja, dat klopt. Rad naar beneden. Jullie hebben naar het bord gewezen, maar wat staat daar nou op? Nou, dit is zeg maar voor schoolgezondheid en voor sport. En wij zijn een gezonde school. Wij krijgen elke week fruit. En we kunnen nu ook ons water daar tappen. Dus, en we hebben een hele mooie bidon gekregen. Dat is deze. Zo. Dat is mooi, hè? Dus aan water geen gebrek. Maar er moet ook gesport worden, hè? Ja, we hebben elke week gym. En we hebben ook één keer per jaar hebben we ook een sportdag. Dan gaan we allemaal leuke activiteiten doen. En we hebben gewoon, als we gaan buiten spelen, is iedereen wel bezig met sporten. De ene is aan het voetballen, de andere is stickertje bijvoorbeeld aan het doen. En ja, dus we doen heel veel met sporten. En wat doe jij aan sport? Ik doe zelf aan handbal. En op schoolplein voetbal ik meestal. En dat is dan op maandag en dinsdag zijn er twee pauzes en op woensdag één. En donderdag en vrijdag ook weer twee. En ja, en dan gaan wij donderdag gaan wij gymmen. Wat vind jij ervan? Van sporten. Ja. Nou, ik vind het wel goed, want het is gezond. En ja, het is ook fijn en ja. Voel je je ook lekkerder? Ja. Ja, want dat is het, hè. Het is sporten, leren en een beetje creatief bezig zijn. Ja, dat is wel waar. Ja, en hoe is het met jou? Oh ja, mij gaat goed. Ja? Ja. Vind je dat het helpt? Ja, ik vind dat het helpt. Ja? Ja. Ben je er ook nu bewust mee bezig of deed je het eigenlijk altijd al? Nee, ik deed het eigenlijk wel altijd al, ja. Ja. Want nu krijgt het dus een extra dimensie ofwel een extra aandacht. Maar is het nodig? Ja, het is denk ik wel nodig, ja. Ja, goed zo. Nou, ik wens jullie heel veel gezonde tijd op school. En ik zou zeggen, naar binnen! Ja.